november en dat betekent For the Future op de KWO community. En zoals je wellicht weet staat For the Future project in het teken van karperuitzettingen in Nederland en België. Nou, vorig jaar zijn we al te gast geweest bij de jongens van het VBK, een mooie uitzetting toen. En vandaag zijn we uitgenodigd door de jongens van Sportvisserij Zuidwest. Zij hebben een karperwerkgroep en zij organiseren vanuit daar de uitzettingen in deze delen van het land. Dat is belangrijk voor de wet en regelgeving. Vandaag gaan ze meer dan 10 uitzettingen doen. En wij zijn door ze uitgenodigd om mee te gaan kijken bij 3 van die uitzettingen. Op de achtergrond zijn de jongens al bezig. We zijn aan de Zuid-Willemsvaart. Daar gaan we beginnen. En we gaan natuurlijk spreken met de jongens van de karperwerkgroep. We hebben wat jongens van lokale verenigingen en natuurlijk KWO-members die hier al met veel plezier vissen. Ze doen dit project al een aantal jaren. Ik zag de viskweker net ook al rijden op de snelweg, dus ook die is aanwezig, hebben we ook nodig. Ik heb er zin in, jongens. We sluiten vandaag af bij de Maas. Een van de grotere uitzettingen van Nederland. Volgens mij gaan ze daar bijna 1000 kilo vis uitzetten. Dus laten we gaan kijken wat vandaag ons allemaal gaat brengen. Ja, terwijl de jongens op de achtergrond bezig zijn met het uitzetten van de vis, kom ik een oude bekende uit het karperwereldje tegen, Bart van de Hurk. Hoi. Jij bent hier ook aanwezig en actief namens de vereniging? Ja, inderdaad. Ik ben lid van HCLS Genoegen. Hier? En ze hebben mij vanuit de federatie gevraagd om coördinator te zijn van het uitzetpunt. Ik heb in het verleden ook in de karpcommissie van de federatie gezeten. Yeah. En ze doen dat ik nu hier ben om het een beetje te coördineren. Ja, en jullie gaan vandaag op het Zuid-Willemsvaart zitten, als het goed begrijpt, vis uitzetten en op verschillende stukken? Ja, op verschillende stukken. We zijn hier nu in Asten en tot met Veghel zeg maar, worden vissen uitgezet op de Zuid-Willemsvaart. En het is echt een onderhoudsuitzetting, dus het is een aanvulling zeg maar, van het bestand. En we fotograferen hier de vissen in Asten, gaan vervolgens in een aantal auto's en dan worden ze verdeeld over de sluisstukken om zo ervoor te zorgen dat overal zeg maar een aantal visjes zitten. Overal karpervissers mooie vissen kunnen vangen. Precies. En kan je wat vertellen, want volgens mij werken jullie dan wel samen met Sportvisserij Zuidwest-Nederland? Ja, dat is het mooie zeg maar. Het is een stuk wat gepacht wordt door de vereniging, dus normaal moet de vereniging hier de uitzet van de vis betalen. Ja. Maar de federatie die ondersteunt de vereniging en die betaalt eigenlijk de helft van de vissen, omdat natuurlijk het stuk ook is ingebracht in de vispas. Dus ze doen betalen ze eigenlijk samen die onderhoudsuitzetting. En ja, dat kan in principe bij alle verenigingen die aangesloten zijn bij de federatie. Dus een heel mooi initiatief. En dan zit het wel zo dat iedereen gewoon met een vispas, die mag hier vissen ja, op die Ja, precies. Ja, wel iedereen die mag hier vissen met een vispas. Ja. Dus iedereen kan ze opvangen. Dus goed om te horen. Laten wij onze handen uit de mouwen gaan steken zeker. En de jongens daar gaan helpen. Gaan we doen. Kijk. Het is rennen, vliegen, geblazen. We zijn op de tweede locatie. Als het goed is op de Maas, grote rivier. En hier gaan echt flink wat kilo's te water. Volgens mij bijna 1000 kilo. Dus we gaan hier even de tijd nemen om het goed en mooi te filmen allemaal. Op de achtergrond gaan de schubs er al in. Dus we gaan snel meekijken, jongens. Ja jongens, locatie 2, we waren al even begonnen. Kees was nog bij een ander project kijken en ik ben vandaag uitgenodigd door Kees. Hij is onderdeel van Sportvisserij Nederland, volgens mij secretaris zelfs bij de karpengroep, hè? Ja, dat klopt. Ik werk nu 2 jaar bij Sportvisserij Zuidwest Nederland als belangenbehartiger. Een van mijn taken is dus het secretariaat van de karpenwerkgroep. Die karpenwerkgroep bestaat inmiddels sinds 2012, sinds 2013 doen we deze uitzetprojecten. Yeah. Vandaag hebben we 8 locaties door ons gebied heen. Ons gebied is van Leiden tot Boksmeer, dus een aardig gebied. Ja. En we zetten vandaag 3000 kilo beschubde vrienden uit. Zo, dat is wel er zitten echt prachtige vissen bij. We zagen het net al. En volgens mij doen jullie het al jaren. Zijn dit dan onderhoudsuitzettingen of hoe moet ik het zien? Ja, dat zeg je goed. We zijn begonnen met SKP eigenlijk. Hè. Dus het bestand op orde brengen. Dus eigenlijk het bestand wat je wil hebben. En daarna ga je eigenlijk het bestand onderhouden. Daar zijn we eigenlijk nu in beland. Dus elk jaar zoeken we een andere, pakken we een andere locatie om dus diversiteit. Ja, ik moet eigenlijk vertellen, de diversiteit zal ik zo even noemen, maar de locaties wisselen elke keer zodat je overal een evenwichtig opbouw en behoud van je stand hebt.
bestand. Met en verschillende jaren dan van die vissen? Juist, ja. Wij zetten K3 vissen uit. Waarom zitten we, wat zijn eigenlijk K3 vissen? Weten misschien ook een aantal van de kijkers niet, maar K3 vissen zijn vissen van 3 jaar oud. En uit onderzoek is gebleken, door de K3 vissen kunnen het beste overleven vanaf dat moment en doorgroeien. En dat, ik heb het niet bedacht, hebben iemand gedaan die er verstand van heeft. Ja, ja, ja. En dat is waarom wij die K3 vissen uitzetten. Wat we ook doen is elk jaar diverse leveranciers om een DNA goed te houden. Ah, dat je top. Niet één... Dus en wat, wat zijn we hier aan het uitzetten? Dit is korte. Oké. Okay. Korte uit België. Dus ja, en zo heb je een aantal leveranciers die wij gebruiken in, uit België en uit Nederland. Vandaag bijvoorbeeld hebben we ook Edco in op de Special Cup vis, ja, hè? Ja, mooie vis, hele mooie vis. Ja, we zagen net al een paar foto's, ja. Ja, echt heel tof, joh. Daar word je wel blij van. Ja. Ik wel. Ja, zeker. Ik ook 100%. En als je dan, die zitten dan nu op het benedenproject, maar dan kiezen we volgend jaar weer. Hey, dan gaan we weer deze kant op en dan pakken we Edco weer hier en een korte weer daar of een van de put of zo zijn er diverse leveranciers. Heel tof. Ja. Nou ja, wij gaan weer eens even helpen, denk ik. Want er zit echt een hele bak vol mooie vis. En dan gaan we zo meteen nog even bij je terug. Want we hebben nog wat over de matching community, had ik begrepen. Yes, dat doen we ook nog. Gaan we zo doen. Ja jongens, KWO-members die zien we ook hier langs de waterkant. Wim Hanega, volgens mij schrijf je zelf ook wel eens een stukje klopt, van ons. Ja, hè? Zeker. Ja. En jij bent een van die vissers die hier ook profiteert van de uitzetting, als ik het goed begreep? Ja, zeker weten. Ik vis op de Maas en eigenlijk bijna alleen maar. Ah, dus dan helemaal profiteren. Ja, zeker. Nou, je ziet gewoon die vissen, die vangen ze gewoon regelmatig terug, steeds vaker en ze groeien goed. Ja. Meer dan ongeveer 3 kilo per jaar komt er gewoon bij. Ah, dus want deze vissen zijn denk ik 1 kilo of 2. Ik zag jou net bezig om ze op de foto te zetten. Deze ongeveer 2 kilo bij de uitzet. Ja. Yeah. En je kunt ze dit volgend jaar, zullen ze niet zo hard groeien, maar per groeiseizoen ongeveer 3 kilo erbij. Dus het gaat lekker en je vangt ze gewoon regelmatig terug steeds meer. En... We zien echt het werk wat jullie dan vandaag op zo'n dag verrichten weer later in het seizoen terug. Ja, dat is gewoon superleuk. De vissen die je zelf uitzet en waar je zelf druk mee bezig bent om die dan gewoon terug te zien. Op die manier, zeker. Dat is gewoon supercool. Tof. En je ziet ze, ze lopen tegen de 15 kilo aan of eroverheen. Dat zijn ook al flinkvissen. Ik zie ze hier ook nog draaien. Blijven ze dan op dit stuk of gaan ze... Je zult ze vandaag nog wel een beetje rondspringen en blijven hangen. Maar ja, je ziet vissen die vang je eigenlijk rond de uitzetlocatie. Maar je ziet er ook, die vliegen eigenlijk alle kanten op die we hier uitzetten. We zijn nu bij Kuik. Ja. Ja, het zou me niet verbazen als je volgend jaar een paar vissen van hier bijvoorbeeld bij de Biesbos vangt. Nee, we hoorden net ook inderdaad van andere jongens al verhalen. Ja, echt tof. Ja, die liggen kilometers af, hè? Je hebt nomaden, noemen we die, hè. Die zwemmen echt kilometers. En je hebt er blijven op mooi op een stuk zitten. Maar ja, je hebt ook vissen bijvoorbeeld van de Biesbos die we vandaag ook uitzetten. Ja. Die hier misschien weer teruggevangen worden en vice versa. Dus dat gaat echt wel. Dat gaat wel goed. Dat is het mooie ervan. Hè. Dat, kijk, tof om te horen. Volgens mij zijn ze daar aan het wachten. Moet je weer op de post gaan zitten om de foto's weer te maken van de vissen. En dan gaan wij weer eens even verder kijken, jongens. Terug bij Kees en zoals we net al eventjes vertelden, zouden we het nog hebben over de matching community. Want dat is ook een belangrijk onderdeel van het project, hè? Yes, zeker. Zeker. Ja, dat is eigenlijk een essentieel onderdeel van het project, Marco. Wat we eigenlijk graag willen, is dat de karpenvisser straks die hier of elders op een uitzetlocatie gaat zitten vissen, die vis vangt. En hem eigenlijk via een systeem wat we op hebben gezet, dat is eigenlijk matchen en melden en matchen noemen we dat. Wat is nou eigenlijk matchen en melden? Is eigenlijk, jij vangt een vis, je zet de vis op de foto. Belangrijk is dat je altijd onthouden de rechterhand. Ik had het al inderdaad gezien, hè? Dus toen één kant van de vis wordt op de foto gezet, dus altijd de rechterhand, daar doe je de kop van de vis in. Juist, dus de linkerflank krijg je dan op de foto. Dus exact. De linkerflank wordt hier van elke spiegelkarper die we uitzetten, wordt op de foto gezet, krijgt een identiek nummer. Ja. Dat is al jaren zo gebeurd. Dus als je die vis later vangt, na een aantal jaren, dan kunnen wij dus zien van joh, hoe hard is die gegroeid, waar is die gebleven. Ja, en zoals ik net van jou begreep, is dat ook weer belangrijk voor de beleidsplannen en de wet en regelgeving, hè, om die uitzettingen door de jaren heen... Dat is het doel, hè. Dat is eigenlijk dat we kunnen laten zien dat we beleid voeren
op ons uitzetbeleid, op ons uitzetten. Wat weer heel belangrijk is voor onze verhuurders van het visrecht. Ja. Dat we kunnen vertellen van, joh, wij zetten doordacht uit. Maar daar hebben wij dus die resultaten van nodig. Hè? Ja. En wat nog even goed is om te melden, misschien wat ik net van Kees hoorde. Dus ik zou jullie allemaal willen aanmoedigen om dat terugmelden ook te doen. Dat kan zelfs geheel volgens de privacywetgeving. Hè? Dus je hoeft niet te melden waar die is gevangen. Of in ieder geval, je meldt dat wel, maar dat wordt niet naar buiten gecommuniceerd. Ja. Bij Sportvisserij Nederland houden ze zich echt goed aan de privacywetgeving. Ja. En je kan die vis ook gewoon fotograferen op je onthaakmast. Zuidwest-Nederland. Zuidwest-Nederland. Nee. Moeten we erbij zeggen. Zuidwest-Nederland. Nee. Ja, en je mag hem dus ook fotograferen gewoon op de onthaakmat. Hè? Dus als je erop wil... Ja, heel goed dat je dat vertelt. Want we hebben één coördinator die doet dat. Ja. Die heeft zelfs een handtekening moeten zetten dat hij dat niet, maar dat het anoniem kan gebeuren. Ja. Dus meld je die vis. Ja, dan kan je dat gewoon anoniem doen. Jij kan dan weet je, je krijgt te horen wat er met die vis is gebeurd, waar die vandaan komt. Jij krijgt alle info. Ja. Maar dat kunnen we gewoon geheim houden. Maar dan weten wij als georganiseerde sportvisserij toch waar die vissen blijven. Dus ja, je kan het anoniem doen. Als je toch wel leuk vindt om je foto te laten zien op Facebook, mag kan dat ook. De keuze is aan jezelf. Nou jongens, ik zou zeggen, ga allemaal die vissen terugmelden mocht je er een vangen. Want we hebben echt hele mooie vissen. En we zijn natuurlijk ook vanuit KWO echt benieuwd of die nog een keer teruggevangen worden. Het zit er bijna op jongens. De laatste vissen gaan te water. Dan gaan de jongens hier weer door naar een andere locatie. En wij zijn volgende week weer terug. Dan in Friesland, bij een van de grootste uitzetprojecten van Nederland. Die hebben ook daadwerkelijk met het For the Future budget gesupport. Vandaag hier ook tof veel KWO-members die de vissen weer terug hebben gevangen. Heel tof om te zien. Dus ik zou zeggen, blijf het supporten. KWO For the Future, visplezier voor jong en oud, nu en in de toekomst. Bedankt voor het kijken jongens.